Lamborghini, Jack in zijn bikini. Bas heeft een in de mini en dit is een nieuwe video. Yo mensen, mijn naam is Matty. En leuk dat je kijkt. Ben je op zoek naar de allergoedkoopste coins van Nederland? Check dan de link in de beschrijving naar fifacoinsnl.com. En gebruik die code Matty voor extra boobies. Voor extra korting. Tom van Weert, de almachtige redder in nood. Na het doorspitten van honderden, zo niet duizenden pakketjes. Na een nacht doorhalen, puur voor het openen van packs. Gaf ik het op en was Daniel zo lief om mijn Razer Tom van Weert te verkopen. Maar hoe bouwen we hier nou een goed team omheen? Ik ken wel een goed maatje die ongeveer even goed is voor in de spits. Cristiano Ronaldo. Maar ja, hoe krijg je hier nou een team omheen? Oeh ja. Maar er mist nog één iemand. En je kan misschien wel raden wie dat is. Het is C5. Hiermee moeten we wel iedereen oprollen in de Gouden Cup. Wait, fuck, ik zit in de finale. Maar ja, weet je, mijn Miranda zegt dat ook altijd. Pa, zegt ze. Zoals jij. Nee. Please, gasten, help deze kansarme op middelbare leeftijd nog bij zijn moeder wonende op Hitler lijkende vrijgezel voor maar één blauw duim. Shout out naar alle Miranda's die nu kijken. Sowieso, hij is de Quickscope kampioen. Oh ja hoor, prima team. Maar random David Luiz. Ik ben echt zo blij dat Roeselink dat lichtgevende kutkapsel nog niet heeft. Wauw. Oh. Oh. Roeselink. Roeselinkje. Roeselinkje. Hiero, mister. Karimrek. Je moet ook anderen niet nadoen, dan krijg je dit. Ah, trouwens, Suarez gisteren, jongen. Niet normaal, jongen. Oh, oh, oh. In mijn beste dagen schoot ik nog een blikje van een randje af, maar verder dan dat kwam ik nooit. Zie je hem hier staan, hè? En nog een keer, hè? En nog een keer. Het publiek wordt gek. Zeefuikje. Haal maar uit. Woehoe! Je bent nog steeds te dik. Please, gasten. Steun Zeefuik niet. Hij moet gewoon minder eten. Dus eigen schuld. Wie was jullie favoriet? Tommy of Inimini? Mij echt Tommy van Weert. Jack is a bikini. Sorry. Dat liedje ga ik uitbrengen. Jack is a bikini. Nee, dat klopt niet. Nee. Nee, dit verdien ik niet. Even serieus. Dit is letterlijk zijn eerste kans, hè. Wat een lek. Ah, joh. Oh, joh. Gratis goal. Gratis goal, ja. Gratis goal. Tom, 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 Tom. Geen idee waarom ik nog niet voor sta bij rust. Hé, hey, donder, donderstraal op. Donder op. Tom heeft wel realistisch gameface. Tom, ja hoor, de acties, de achteren. Oh, yo, Tommetje Tom. Wat is dit lekker. Deze man sowieso team of the season, anders snapt hij er helemaal niks van. Dat moment dat je je beseft dat Excelsior meer speciale kaartjes op Ultimate Team heeft dan Feyenoord. Oké, Achabara ook, maar kom op. Ja, die vergelijking was echt kut. Het moment dat je beseft dat Excelsior meer speciale kaartjes heeft dan Vitesse. Maar ja, Vitesse, wat stelt dat allemaal voor? Let op, hè. Dit wordt de Jack in zijn bikini corner. Let op. Zo doet Jack dat ook. Tom van Weert. Aannemen. Tom! Ik zag hem erin gaan, jongen. Ik vraag me altijd bij de Gouden Cup af. Zit mijn tegenstander nou ook in de finale? Of is het gewoon een random iemand die ook de cup speelt? Ik snap dat nooit. Tom! Tom onderschept die bal! Tom wordt vasthouden! Ja! Nou, laat het dan maar over aan de master himself. GG. Oké, daar komt hij weer. De Jack in een bikini tactiek. Hey, what the fuck? Want some? Wat was dat voor beweging? Oh! Wie was dat? Wie was dat? Wie was dat? Nooit gezien. Nog nooit gezien. Oh, dit is de 90ste minuut en Tom is helemaal vrij. En toen schoot ineens alles weer aan me voorbij. Alle pakketjes, al het zoeken op de markt. En nu realiseer ik me pas waarvoor ik het allemaal gedaan heb. Helemaal nergens voor. Toch! Verlenging. Zeefuik is moe. Terwijl hij op volle fitness stond. Oké, Antonia, ik ga je eruit halen. Nee, man, dat doen we niet. Jawel, dat ga ik wel doen. Nee, we gaan dat soort dingen niet. Jawel, dat ga ik wel doen. Voor Botaka. Dit is wat Botaka kan, dit. Ik heb een swag on, je kan me vinden. En dit is de moeite die ik ervoor moet doen. Oh, Ronaldo. Oh, hé, wat, wie staat? Tom, je hoort...
Als Ronaldo al wegwerpgebaren maakt als iemand anders dan hem een goal scoort überhaupt, dan wil ik niet weten wat hij in het echt gedaan heeft als Tom van Weert had even bij hem had gefleekt. Dit heb ik nog nooit gezien. Jack, je moet wel verdedigen. Ik bedoel, Gennaro, verdedigen. Hé, hey, Mattie. Hé, hey, mevrouw met de mysterieuze stem. Ik ken nog een leuke mop. Oh, wat leuk. Vertel hem eens. Wat is groen? Dik. En houdt van voetbal? Schrik van Gelder. Die is legit goed. Nee. Uh-oh. 117e minuut. Is dit de fucking WK-finale van 2010? Ik heb een plan. Nee, eigenlijk niet. Ik ben gewoon klaar. Of niet. Of niet, Ronaldo. Wie legt er nou weer voor? Nee. Ik ben soms zo'n fucking mogol. Ik kan gewoon winnen, man. Dat ik super grappig wil zijn. Dan ga ik zitten kutten. Waarom schiet ik zo weinig kansen erin? Nu is er dus nog maar één vraag. En dat is... wie is dan de beste spits van het spel? Ik weet het wel. Tom van Weert! En Jack van Gelder. In zijn mooie bikini! Hey Tommy, wat vind je nou van een blauw duimpje? Lekker. Ik ook, doei.